Goedemorgen. Het zonnetje schijnt weer. De lucht begon wat grijzer. Maar het is nu weer lekker. De edit is ondertussen alweer aan het renderen. Die hebben we alweer af. Uurtje of 9. En we gaan zo weer onderweg. We hebben deze lieve dierenhond even eten gegeven vanmorgen. Hij lag hier gisteren ook al. Het is wel een zwerfhond. Hij ziet er niet heel slecht uit. Hij kwam opeens aanlopen. Ja. Die ook weer blij gemaakt met een lekker ochtendmaaltje. Maar we gaan vandaag naar een canyon. Ja. We gaan verder het binnenland in. We zijn best wel redelijk midden in het land nu. En de komende dagen naar het noorden, dat is voor ons ook een beetje met wat meer vraagtekens. Er ligt weer meer sneeuw. Dat was in Albanië ook zo. Ja. We gaan naar een nationaal park. Dat is sowieso het doel een beetje. Durmitor. Dat is een heel groot nationaal park met heel veel bergen en een hele grote canyon, de Tara Canyon. Ja, er ligt eigenlijk het hele jaar door wel sneeuw. Ja, op bepaalde plekken liggen er op bergplateaus echt best wel veel sneeuw. Ja. Ja, dat is gewoon heel moeilijk te achterhalen waar we wel kunnen komen en waar niet. Nee. Dus dat wordt ondervinden. Dus vanaf hier wordt de reis ook gewoon stukje voor stukje achterkomen wat we gaan doen en waar we kunnen komen. Ja, want die hele weg erdoorheen, dat is het enigste wat we vraagtekens bij hebben. Ja. Gaat een weg van dwars over, van west naar oost, over naar west. Dat is over het bergplateau. Zouden we heel graag willen rijden, maar of dat gaat lukken, weten we niet. Er zitten wel een paar concessies aan, dus we gaan niet helemaal naar de linker bovenhoek van Montenegro. Want ga je alleen maar heen en weer. Ja, dan is het risico gewoon dat je de bergpas niet kan rijden en dan moet je een heel eind terug hierheen. Ja. Dus we gaan nu wel gewoon een stuk omhoog naar het Nationaal Park. Maar we komen eerst nog een andere kloof tegen. Hoe heet die? Weten we niet, daar komen we zo op terug. Maar dat is een andere canyon. Je hebt hier natuurlijk heel veel kloven, canyons. En de grootste is de Tara Canyon. Die is mega wijd en diep. Maar er zitten heel veel andere kleine nog bij. En daar komen we eerst langs. Ja. Dat is een beetje het doel voor vandaag. Denk het ook. Een stukje naar het noorden rijden. En dan daar even kijken wat voor plekken we zien. Ja. Veel natuur. Dus ja. We hebben wel zin in. Zeker. De komende dagen verblijven we daar dus. Dan gaan we de bus inpakken en dan gaan we weer onderweg. Ja. Hij is wel heel lief. We hebben eigenlijk nog geen lelijke, valse zwerfhonden gezien eigenlijk. Ze zijn altijd helemaal heel onderdanig. En, ja, ze zijn dan ook wel altijd alleen. Meestal wel, ja. Ja. Die groepen die hebben wij nog niet echt kennis meegemaakt. Dat hoeft ook niet. Maar die alleen zijn, die hebben vast een hoop ellende meegemaakt. Maar hij is wel lief. We hebben de bus gisteren ook even verplaatst. We hebben hier nou een fundering die ligt hier. Ze hebben een mooi uitzicht. Een eigen privé veranda eigenlijk. Ideaal om even te sporten en te chillen gisteren. Maar er zijn er ondertussen twee busjes bijgekomen die hier ook hebben geslapen. Dus heerlijk rustige nacht. En gisteren ook niet heel erg laten zien hoe groot die bergen hier zijn. Maar het is echt een hele hoge berg. Super mooi. Het uitzicht is hier ook heel mooi. We zijn hier echt op 800 meter hoogte volgens mij. Dus we gaan eerst weer een stukje naar beneden. Doei hondje. Zo, na anderhalf uur rijden zijn we een stuk noordelijker gekomen. We zijn hier nu in een kloof, in ieder geval dichtbij een kloof, maar ook dichtbij een waterval. En dat is een beetje het eerste punt waar we heen gaan. Dat is de Skakavika waterval. Niet een hele grote. Maar wel heftig. Ja. Vorige week hadden we een filmpje gezien of zo, dat die echt was wat de keer ging. Ja. Kan nu wel, weer wat minder zijn, maar het heeft wel veel geregend natuurlijk ook. Maar in de zomer is hij er niet. Dan stopt hij ook weer. Ja. En deze canyon staan we ook naast. En dat is een hele vrij kleine canyon. Kloof, moeten we eigenlijk gewoon zeggen in het Nederlands. 2 kilometer lang. En daar kan je normaal ook allemaal tours doen. Ja, canyoning noemen ze het. En dan ga je door die rivier heen, naar die kloof. Het is een beetje een verborgen kloof. Hij heet de Nifidio kloof, ja. Volgens mij. Maar die tours zijn nu ook nog niet, hè? Nee, dat is weer juist alleen maar in de zomermaanden. Juni en oktober.
Maar wij gaan in ieder geval gewoon even een rondje wandelen. Want we kunnen hier eerst even naar de waterval lopen. En dan gaan we gewoon naar beneden. Want er loopt hier een riviertje. En dan gaan we gewoon eens even kijken hoe het eruit ziet. Geen idee waar die kloof precies is. Hij is dus niet zo lang. Maar je zou hem wel goed moeten zien. Maar hij is wel verborgen. Het is ook letterlijk de verborgen kloof. Zo heet hij. Dus yeah. Misschien gaan we hem helemaal niet vinden. Maar hij is hier wel ergens. Yeah. Gaan we eerst de waterval even bekijken. Dus hij staat hier mooi langs de weg. Het is een heel klein, smal weggetje. Maar hier, dit is eigenlijk al een mega grote kloof. Yeah. Of in ieder geval gebergte. Super hoog en diep. En hier in deze inham is als goed is de waterval. Ik hoor wel wat. Ja. En zoals je ziet hebben we ook alweer de jas aan en een lange broek. Want het is hier inderdaad alweer veel minder warm. 16, 17 graden? Ja, inderdaad. En het regent onderweg ook alweer een beetje. Maar we zijn ook gewoon heel hoog. Ja. Onderweg hierheen reden we volgens mij over een bergplateau van 1400 meter. Nou, we zijn nu ook alweer zoiets. Ja. Dus we zijn nu al echt al heel in het zuidelijke gedeelte van Durmitor. In ieder geval tegen Durmitor aan of net in het zuiden ervan. Super groot nationaal park is dat. En daar gaan we de komende dagen in ieder geval zoveel mogelijk van bekijken. Je kan lang niet overal komen. Maar nou, niet op de pieken, nee, denk ik. Nee, maar met de auto kan je, als het goed is, wel op heel veel plekken komen. Dus. Ja. Maar ja, voorlopig dus wel even een lange broek en een jas. Nou, ik denk dat je op zich ook wel in korte kleren kan, maar als het gaat regenen... Ja, daar is het meer voor bedoeld, inderdaad. Je moet wel een jas bij hebben. Ja. Nee, qua temperatuur is niet koud of zo. Nee. Nee. Skakafika! Dat is hem. Vet. Is nog niet heel heftig, maar hij is wel hoog. Hij is wel hoog, ja. Hij is niet zo heftig als wij hebben filmpjes zagen, want toen had het echt heel veel geregend. Maar hij is best wel hoog. Anders verdwijnt hij hier in het bos. We gaan eens even kijken of we verder kunnen komen. Hè? Eh? Ik kan weer langs blijven. Ja. Gaan proberen. Oh, vet hè. Dit is wel een hele mooie. Hij is wel gaaf, hè? Ja, hij is wel echt mooi. Hij is wel een stuk minder heftig inderdaad als op het filmpje, maar hij gaat nog wel aardig hard. Ja, maar het regende toen gewoon heel veel. Ja, hij is wel super mooi. Hij is echt mooi. Maar ik denk niet dat we dichterbij kunnen komen. Ja, daar maar. Of daar aan de overkant. Ik denk niet dat hij mooier wordt. Of daar zo aan de overkant misschien, maar nee, ik denk het ook niet. Hier zie je hem helemaal. Ja. Dan gaan we nu wel even kijken of we naar beneden kunnen lopen. Naar de canyon. Naar de canyon, maar ik betwijfel of we het echt gaan zien. Ik denk dat het daar is. De waterval is hier dus gewoon pal aan de weg. Je kan gewoon parkeren hier langs de weg, dus dat is wel gunstig om te komen. Dan lopen we dus even verder de weg af. Ja, dit is officieel de parkeerplaats van de waterval, denk ik. Dus deze kost normaal geld. Ja, hè? Okay. Ja, er staat wel op dat het in het seizoen weer geld kost. Ja. Wanneer het seizoen is, dat weten wij nooit. Nee. Nu niet. Nature Park. Savnik, dat is de canyon. Ja. Maar ja, daar kan je niet doorheen met droge voeten, zeg maar. Nee. Maar ik zou bij het begin willen kijken. Ja. Maar ja, waar is het? Ik denk daar. Of hier nog kijken. Dear guests, you're obliged to pay 1 euro for excursion tax. Excursiebelasting. Oké. Okay. Het is een ander bord dat hier staat. Tickets voor het canyon in video per persoon. Tickets voor entering the canyon. 10 euro per persoon. Parkeren. Minibus 5 euro. Kamperen, camper, 7 euro. Nou, zet die maar weer... Snel naar achteren. Ken je in die video? Daar moeten we heen. Ja. Nou, we gaan gewoon. Dus dit kost in de zomer gewoon geld. Best wel wat ook nog. Om hier langs te lopen, denk ik. Ja. Maar het is wel een mooie plek. Je kan hier wel prima je camperplek of je camper kwijt. Ja. Er is een watervulpunt. Daar. En het is gewoon een hele mooie plek. Net onder de waterval. Ja. Maar die zie je in de zomer niet. Nee, die stopt ermee. Dat is ook wel jammer. Nou, wij gaan daarheen. Ja. Hier begint het! Dat bedoel ik!
Ja. Anne die zegt al, 1965 staat erop. Daar, toen is die kloof pas voor het eerst echt verkend en ontdekt. Dus het heet ook een beetje, het heet ook echt letterlijk de verborgen kloof. Om die reden. Hij is pas heel laat ontdekt. De laatst ontdekte kloof in heel Europa. Ja. Maar die mensen daar, die liepen aan die kant. Ja. En wij kunnen hier niet verder natuurlijk, zonder nat te worden. Omdat, ja, dat is canyoning. Want waar ze die canyon in gaan. Er is een brug. Ja. Dan kunnen we over die brug. Precies, ja. Het is wel mega helder water, hè? Ja. Super helder. Maar ja. Hier start het wel gewoon als je er doorheen wil. Ja, ik denk dat die mensen gewoon vanaf hier die kloof inbanjeren, zeg maar. Ja, ja, leuk. Heel gaaf. Lijkt ons wel leuk. Dat willen we wel een keer gaan doen. We kunnen gewoon even bekijken hoe het eruit ziet. Ja, dat gaan we niet zonder gids doen. Dat kan niet. Oh nee. Hier is ook een paardje, denken we. Ja? En dan gaan wij deze kant proberen, want ik denk dat we dan ook gewoon daar ergens uitkomen. Is er gewoon een pad? Valt nu al, ik zeg, is het goed te doen? Ja, ja, het lijkt wel een pad. Dan gaan we daar wel omhoog. Zo. Pad? Hier zien we er al meer van. Ja. Ja. Zo, daar gaat hij helemaal heen, hè? Heel gaaf. Ja, kijk, daar zijn mensen. Dat zijn ze, ja. Daar verdwijnt hij wel een beetje in de rotsen, het water. Hij gaat vast de bocht om. Ja. Zijn boven, bijna. Juist, hier is hij. Ik denk dat we vanaf hier wel heel goed uitzicht in de kloof hebben. Ja, we hebben nu naar die kant. We horen het water al wel veel beter. Zo, dat is diep, hè? Moet je nagaan dat het eigenlijk nog helemaal niet heel diep is. Nee, vergeleken met die andere kloof bedoel je. Nee, wow. Sick. Hij gaat helemaal daarheen dan. Ja, hij verdwijnt daar helemaal tussen. Daar gaat hij de bocht om. Gewoon even de weg aflopen, kijken waar we uitkomen. Volgens mij loopt het wel aardig ver door. Hier kijk je hem weer een heel andere hoek in. Kijk hoe hoog. Zo ja. Kijk hoe hoog en kijk hoe diep. Er staan gewoon complete bomen daar, die steken er niet eens boven ons uit. Ik denk ook niet dat het nut heeft om veel verder te lopen, want hij verdwijnt gewoon achter de bochten en je kan er op een gegeven moment echt niet meer in kijken. Nee, dit is nog wel mooi. Ja, vanaf hier zie je het nog redelijk, maar... Het is al begroeid. Ja. Lijkt mij in ieder geval wel heel vet om gewoon zo'n canyoning tour te doen. Ja. Hier is dat 100 euro, maar dan ga je dus met klimuitrusting en een groep door zo'n hele kloof heen. Ja. Echt vet hoor, dus door water en springen en water vallen. Ja, lijkt me wel gaaf om een keer te doen. Mij ook wel, maar raften lijkt me ook wel leuk. Ja, absoluut. En deze kloof lijkt voor ons al groot, maar de Tara Canyon, dat is in het noorden van Durmitor. Dat is de grootste. Ja, dat is de grootste. Die is zo ongelooflijk groot. Foto's ziet dat er al zo bizar uit. Daar gaan we later deze week nog komen. Maar dit is wel een leuk... Leuk voorproefje, hè? Voorproefje. Ja. Maar ja, ik hoop dan dat we daar misschien wel wat kunnen doen. Want hier begint alles pas in juni. Misschien komt dat gewoon te veel water is nog. Dat kan natuurlijk. En het weer misschien. Ja. Nou, gaan we daar achter komen? Ja. Gaan we teruglopen? Denk het wel. Ik denk dat we hier ook het meeste van hebben gezien. Misschien dat we nog van onder kunnen kijken, maar... Ja, lopen we via de andere kant terug. Ja. Toch even kijken of we het rondje kunnen vergroten. Want volgens mij kunnen we daar waar we net waren, aan de overkant, nog verder langs de rivier lopen. Ja, op pad. Anders dan niet tevreden met de stappendoel, dus... Nee. Moeten we wat verder lopen. Zo, een rondje werd het niet. Nee, we konden geen bruggetje vinden. Nee, de rivier die hield niet echt op en waren ook geen bruggetjes. We hadden ook geen zin in natte voeten. Nee. Dus toen moesten we maar hetzelfde pad teruglopen. Ook niet erg. Het was een mooi stuk. Maar het is toch best wel benauwd. Het drupt daar een beetje, maar ik vind het echt warm. Het is best wel warm, ja. Ja. Zo, zijn we weer thuis. Hele wandeling. Tevreden met je stappendoel? Weet ik nog niet. Vast. Wij gaan morgen weer verder rijden naar Durmitor. En dan gaan we de volgende
bergen opzoeken in ieder geval. Later... Echt de hogere bergen. Ja, later komen we weer bij een andere kloof terecht, maar eerst nog wat bergen. Ja. Gaan we eens kijken of we kunnen komen met de sneeuw. Hopen dat we er redelijk kunnen hiken. Ja, ben wel benieuwd. Ligt vast meer sneeuw als hier. Ja. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei. Doei, doei.